op deze sfeervolle, mistige avond, op donderdagavond, de voorbereiding voor de topper afgelopen of aankomende zaterdag tegen VVOG. Ja, echt een hele mooie. Het doet me herinneren aan Ajax Liverpool 5-1. Zoveel mist. Het is niet te hopen dat er zaterdag nog zoveel mist hangt. Maar we gaan eventjes wat spelers en diehards supporters interviewen op weg naar die enorme derby. Naast mij, hopelijk een van de basisspelers van aanstaande zaterdag, DVS 33 tegen VVOG. Je hebt natuurlijk ook een Harderwijks verleden, Ali Akla. Met jou moet ik praten met deze. Nou, ik heb inderdaad een Harderwijks verleden. Ik heb in de jeugd, vanaf de C'tjes, toen ik eigenlijk pas op groep voetbal ging, zo heb ik tot en met de B1 daar gespeeld. En toen naar de DVS verkast, vanaf de A1 eigenlijk daar gespeeld en kampioen geworden. En het eerste kampioen geworden bij DVS, dus ja. Heb je nou nog extra gevoelens voor die wedstrijd van zaterdag? Iets van spanning? Ja, ik wel. Ja, ik denk natuurlijk wel spanning, maar niet meer dan een ander in het team, zeg maar. Het is toch wel een tijd geleden dat ik daar heb gevoetbald. Maar toch, ja, het is gewoon een derby, Harderwijk, Ermelo, 5 kilometer. Dus dat is gewoon heel mooi. Heb je er vertrouwen in? Ja, zeker. Ik bedoel, wij zijn voetballers en competitief allemaal. Dus we gaan altijd een wedstrijd in om die te winnen. Dus dat vertrouwen dat hebben wij denk ik zeker. En volgens mij een goede trainingsweek gedraaid. En hopelijk kunnen we dat uit laten betalen aankomende zaterdag. Mooi. En volgens mij ben je weer helemaal fit. Want je baalt natuurlijk wel, hè, van die blessure. Ja, nee, ik heb vorige week weer 45 minuten mogen spelen. Dus aankomende zaterdag gaan we zien wat de opstelling gaat zijn. Dus, ik schat dat je 89 minuten gaat spelen en in de 88ste minuten de winnende gaat maken. Nou, laten we dat hopen, dan hou ik je eraan. Ali, oké. Gaan we doen. Oké, Tarik Evre, de aanvoerder van DVS. Ja. Mooi, daar heb ik je nog niet eens mee gefeliciteerd, want toen was je nog geen aanvoerder. Nou ja, dat klopt. Dankjewel, Piet. Dat is wel een eer, of niet? Dat is een hele eer, absoluut. Ja daar ben ik heel trots op. Kiezen de spelers de aanvoerder of de trainer? Ik denk dat de trainer dat doet. En in samenspraak met met de selectie wordt dat wel of. En bevalt het? Of is die verantwoordelijkheid enorm zwaar? Nou ja, enorm zwaar is natuurlijk niet. Dat is niet helemaal het juiste woord. Maar ja, het gaat wel gepaard met wat meer verantwoordelijkheden dan voorheen. Niks mis mee. Je hebt natuurlijk heerlijk overzicht van achteruit. Dus als een scheidsrechter een foutje maakt over spelen, dan zit ik er kort is op. Het overduidelijk. Ja, dat weet je van mij. Dan kort erop. Zit ik er kort op, Piet. Ja, zo is dat. Laat ik niet gebeuren. Ja, nee. Precies. Hey, voel jij al een beetje vlinders? Ik in ieder geval wel zaterdag. De derby. Vlinders? Ja. Nou ja, dat komt wel. Het is toch anders dan een andere wedstrijd. Ja, dat zeker. Ja. En terwijl je niet eens tegen een vrouwenelftal speelt. Nee. Ik had het over vlinders. Ik denk dat Volg ook beter is dan tegen een vrouwenwedstrijd. Ja, volgens mij ook. Denk ik wel. Ja. Wat verwacht je van die pot? Ik verwacht een hele, hele taaie wedstrijd. Vooral een wedstrijd op zich. Die je niet met andere wedstrijden kan vergelijken. Ik denk niet dat het gaat om heel goed voetbal. Ik denk niet dat het gaat om wie de beste spelers, maar ik denk dat het vooral gaat om strijd, strijdlust en het willen winnen. Wie echt wil winnen. En we hebben een mooie term deze week in de ploeg gebracht van Kenneth. En een onneembare vesting en dat willen we hier ook wel uitstralen aankomende zaterdag tegen VOG. Ja, onneembare vesting, dat slaat natuurlijk op de verdediging. En voorin wordt het natuurlijk gatenkaas in de verdediging van VVOG. Dat zou mooi zijn als dat zo... Dat zou fantastisch zijn, hè? Absoluut, ja. En ik hoop zo dat je ons supporters natuurlijk enorm gaat verwennen. Ja, deze wedstrijd leeft bij de hele club. En vergeet niet, bij ons leeft deze wedstrijd ook absoluut in de spelersgroep en bij iedereen. En iedereen is dubbel gebrand om deze wedstrijd in ons voordeel te trekken, absoluut. Oké, daar wensen we je heel veel succes mee namens DVS TV. Ja, dankjewel. Okay. Dankjewel, Piet. Yes. Goed, Jan. Je hebt nog steeds een enorme fluwelen trap. En zo zuiver als maar kan, Jan Dooijwaard. Maar wat verwacht je van zaterdag? Nou, ik zal je eerlijk vertellen, ik ben 2 keer bij VOG geweest en VOG viel mij mee. Ja? Zo! Jan, wat ben je nou, man? Koek. Jan werd afgeleid, hoor. Deze stelt niet. Tegen Dovo kwamen ze met 2-0 voor, als ze met 4-0 voor konden staan. En uiteindelijk werd het gelijk. En ik heb ze tegen ACV gezien. Ze kwamen 2-0 achter. Kwamen ze op 2-2, hadden ze er overheen kunnen gaan. Ze verloren met 4-2.
Ze blijven met uitvallen, levensgevaarlijk. Daar moet DVS voor oppassen. Ja, zeker. Oké, bedankt. Gaan we ons ter harte nemen. Op donderdagavond de training voor de wedstrijd tegen VVOG. Ik heb het hier wel eens voller gezien, maar dat zal wel corona gerelateerd zijn. Willem? Ja, dat klopt, Piet. Er zijn natuurlijk nog best wel teams bij waarbij mensen niet gevaccineerd zijn. En dan wordt het toch tricky om met z'n allen bij elkaar te komen in de kantine. Want je moet wel gecheckt worden tegenwoordig. Dus ja, dan gaat dat niet lukken. Dus blijven hele elftallen weg. Willem, het wordt fantastisch mooi weer zaterdag. Je verwacht denk ik wel heel veel publiek. Mannetje of 2000, 2500 misschien? Nou, mijn teller staat op 2500. En ik verwacht een vol terras en een volle kantine. Dus wij zijn er klaar voor in ieder geval. Ja, je hebt liever een vol terras dan een volle kantine. Ik heb liever beide, gevoel? Piet. Ja? Ik heb liever beide. Volle kantine, kan dat dan ook? Ja, zeker. Als de QR... QR-check. Ja? En als je je eigen laat checken, krijg je een bandje om. Ben je meteen vrij, kun je in en uit blijven lopen in de kantine, want je bent gecheckt. Er is zelfs een mogelijkheid dat jij tijdens de wedstrijd of bij de kassa of wat dan ook, dat je prematuur gecheckt wordt. Dat betekent dat je in de rust met die andere 3500 zo door kan lopen de kantine in. Want je hebt een bandje om wat alleen die dag geldig is. Perfect. En dan komt er ook nog een DJ bij, of niet? Jazeker. Ik heb begrepen dat DJ Nappi... Nappi, hè? Ja, die gaat weer acte présence geven. Dat is geen Harry Nap, hè, toch? Harry Nak. Ja, Harry Nak. Met antenne op zijn dak. Met de antenne op zijn dak. Nee, ja. Nappi, die gelukkig kan het weer en mag het weer. Ja. Dus we hebben besloten ook om de kantine een uur langer open te houden. Dus laten we alsjeblieft hopen dat er 3 punten uitrollen. Ja. Want dat feest wat makkelijker dan... Dat zou wel heel lekker zijn. Wat verwacht jij zaterdag van de wedstrijd? Piet, ik zou je eerlijk vertellen, ik heb dit seizoen nog geen 5 minuten gezien. Ja. Dus ik kan je helemaal niks vertellen hoe ze voetballen, hoe ze erin zitten. Ja. Geen idee. Ja, ik denk dat het spannend wordt en dat uiteindelijk in de 89ste minuut 3-2 voor DVS wordt. Ja. Doelpunt ja. Ali Akla. Ja, misschien is het wel vloek in de kerk wat ik nu doe. Maar ik vind altijd dat VVOG beter voorbereid op de derby is dan DVS zelf. En ik hoop dat ik helemaal ongelijk heb en dat we met 4 of 5-1 winnen. Maar laten we eerst maar wachten. Ik hoop het ook, Willem. Ja. Een hele lekkere zaterdag gewenst in ieder geval. Gaat zeker lukken. Oké, bedankt. Naast mij Martin Timmer, hè? Dat klopt. Ja, dit. Dat was het, ja, hè? Ja. De wielrenner. Ja. Welke berg heb je ook weer beklommen in Italië? Ja, we zijn een paar weken geleden naar de Stelvio gegaan met de Veluwse Stoempers. Ja. Dat ken je wel, hè? Ons ja, fietsclubje. DVS, de Veluwse Stoempers, ja. Dat zijn jongens die niet meer kunnen voetballen, maar nog wel kunnen fietsen. Ja, hè? Geweldig. Dus, geweldig lijkt me dat. Heel zwart. Ja, heel sfeervol. Ja, fantastisch. Mooi weer gehad en leuke groep. Ja. Jongens als Johan Verbeek, Willem Knoppert, Edward Steenberg en mijn broertje. Ja, de oude DVS. Staan die hier zaterdag ook aan de lijn? De meeste wel. Ja? Ja, 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 ja? Ja, jij in ieder geval. Ik in ieder geval. Ja, sowieso. Ja. Wat het, verwacht he? Je ervan? Ja, ik vind het moeilijk. Ja, moeilijk. We zijn hè? Jaren natuurlijk de favoriet geweest. Ja. En dan werd het net niet. En nu zijn we niet de favoriet, maar gaan wel winnen. Ja, ja. En, ja. En ja, dat, ik vind dat ook prettig. Wij zijn gewoon niet de favoriet. Nee, nee, absoluut en, niet. En we gaan zaterdag, denk ik, verrassen. Ik denk dat we een keer moeten laten zien ja. wat we kunnen. Ja, precies. Ja, ook dat. En ja. Wat dat betreft is het ook nodig. Er zit hartstikke veel potentie in dit team. Ja, het was zaterdag de eerste helft tegen, hoe heet dat, Odin? Homeles. Eerste helft, jong elftal. Het leek wel jong onder 23. Ja, ja. Want het was, dat is onze toekomst. Ja, ja, precies. Ja. Nee, we hebben het talent zitten. Ja, oké, mooi. Ja. En nou komt het er zaterdag hopelijk uit. Ja, dat gaat gewoon gebeuren, hè. Want ik bedoel, het is mooi weer. Ja. Ik denk 2000 man, wat denk jij? Ja, 2500 man. Nou ja, dat denk ik ook. Prachtig weer, ja. Ja. Doe jij nog een eindstand? Ik denk 2-0 rust, 3-1 eindstand. Mooi, dat is een hele mooie uitdaging. Ja. Daar gaan we het voor doen. Ja, doen we. Ja, dat doen we. Oké, okay. Okay, bedankt. We zitten hier natuurlijk bij de Klaverjasclub van de voetbalvereniging DVS 33. En natuurlijk Gerbrand Bos, oude elftalbegeleider. Die zit hier lekker kaartje te leggen, ze nu nog een biertje te drinken. En volgens mij stikt hij van de spanning van de wedstrijd aanstaande zaterdag, Gerbrand. Nee hoor, ik denk dat we een regelmatige overwinning gaan behalen. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, is van jou niet die zin van alles wat groen is?
Dan moet je maaien, toch? Ja, nou, moet je maaien, ja. Daar heb jij een diploma voor natuurlijk, of niet? Ja. Of je kent grasmaaier. Ja, of is dat alleen maar diploma van sneeuwruimen? Ik krijg wel een klotenkaart nou trouwens. Ja, echt? Ja. Ik vind dat je ook gewoon door moet kaarten, terwijl je aan het praten bent. Multitask heet dat, hè? Ja. Dat kun je wel. Of niet? Maar je hebt er vertrouwen in? Ja, natuurlijk. Ben afgelopen zaterdag ook geweest? Ja. Tweede helft zag er goed uit? Ja hoor, prima. Goed zo. Benjamin eindelijk weer in vorm. Ja. En, wie gaat scoren dus, zaterdag? Ali Akla twee keer? Ja, het wordt 4-1. 4-1? Ja. Zo, dat is een lekkere uitslag. Oké, hou ik jou. Oké, bedankt. Ja, jij ook. Veel plezier. Zaterdag 9 oktober. Ik had het al heel lang in mijn agenda staan. Zodra het programma bekend was, natuurlijk DVS 33 VVOG. Dat wil helemaal niemand missen. Zelfs Hielke Sietsma niet, die ergens in Tormolinos zit. En hopelijk voor hem wordt het live uitgezonden. Maar ja, je weet het maar nooit zeker met DVS TV. Want soms zenden ze gewoon niet uit. Maar ik heb het gevoel dat deze wedstrijd wel wordt uitgezonden. Want dit is natuurlijk wel een markante pot. En die markante potten die moeten natuurlijk op de gevoelige plaat. Dat lijkt me duidelijk.